Ximena is aan de voorkant opengesneden en aan de achterkant opengesneden. Haar schedel is gelicht en alle organen zijn doorgesneden. En dat is eigenlijk als een gehakt terug in Ximena gegaan. Delen van de organen zijn niet meegekomen. Onder andere het strottenhoofd, wat heel vreemd is dat eruit gehaald is, is achtergebleven. En we hebben Ximena dus eigenlijk incompleet teruggekregen. Toen ik haar binnenkwam en ik zag haar in die ruimte, dacht ik van ja, nee, daar ligt mijn dochter niet. Daar ligt een donkere dame met hele dikke lippen. Dat is niet mijn dochter, ik ben in de verkeerde ruimte. En ja, na een minuut begin je, ja, dat is wel mijn dochter. En het was een verschrikkelijk beeld. Dus nu, als ik mijn ogen sluit, zie ik niet Ximena zoals ze was, maar zie ik Ximena zoals ik haar toen zag.